opera van Berlin. Maar heel Nederland heeft maar één opera. Ja. Over de eerste druk van de Bijbel. En die had dan twee van die punten, maar één was korter dan de ander. Dat is ook een klooster dat oorspronkelijk buiten de stadswallen muren lag. En hier heb je een vijver, waar dus de hofvijver, waar het konden vissen. En daar heeft dan een van die hertogen een astronomisch observatorium gebouwd. Een kunstturm wordt dat genoemd. Waar hij dus al zijn kunst, zijn wonderkamer had. Weet je? Waar al zijn kunst, zijn objecten uit de natuur en de cultuur. En waar hij dus het heelal kon studeren. En dat is kennis is macht, zeg maar. De echte renaissance vorst. Zijn die zes hier gekomen? Nee. Ja, er komen nog maar. Ja, dat is het echt van die. Dus in Italië zou je dit geen renaissance noemen. Het is gewoon meer manierisme. Hè? Dus ze doen er een paar van die siervormen uit de renaissance in. Bijvoorbeeld die gevel met die diamantfacetten. Dat was toen erg in de 16e eeuw in de mode. Dit is in Ferrara. Oh, dat heb je dat begonnen? Ja, ja. Het zijn diamantfacetten. Ja, ja. In Marseille heb je zoiets, in Salamanca, in Genua. In alle zie je dat soort façades. En dan. Ja, maar goed, die is. Dat is een. Die is vrij nieuw natuurlijk. Maar er zal wel een oude gezeten hebben. Want dit is
Nee, dit is denk ik het laatste zand.